Goeiedag. Mocht u deze week ons dagjournaal gemist hebben, dan is hier het weekoverzicht van de afgelopen week met de belangrijkste gebeurtenissen van dag tot dag op Regio TV Info Thuis. De Nationale Zorgreserve zoekt ook actief naar oud-zorgprofessionals in Zuid-Holland. De Zorgreserve is een landelijk netwerk van reservisten die paraat staan om te helpen in geval van nood. Dat kan bij een pandemie, een klimaatramp, een medische zorg aan vluchtelingen of andere crisisinzet. Inmiddels hebben zich ruim 3500 mensen aangemeld als zorgreservist. Het initiatief ontstond in de coronaperiode om hulpvragen en aanbod in de overbelaste zorgsector aan elkaar te verbinden. Het is vooral bedoeld om zorgorganisaties en oud-zorgprofessionals met elkaar in contact te brengen in crisistijd. Een reservist krijgt ook training en relevante scholing. Ruim 1/3 van de oud-zorgmedewerkers zet zich in en dit zijn vooral gepensioneerden. Wanneer er grote nood ontstaat, nationaal of regionaal, dan is het belangrijk dat er een beroep op zorgreservisten kan worden gedaan, aldus de organisatie. U kunt zich aanmelden bij www.nationalezorgreserve.nl. Het werken met pakketten bij PostNL brengt flinke gezondheidsrisico's met zich mee. Medewerkers ervaren 2 keer zoveel klachten als gemiddeld in de sector. Regelmatig moeten pakketten van meer dan 23 kilo worden getild. In combinatie met een hoge werkdruk leidt dit tot een toename van gezondheidsklachten. Dit meldt de vakbond FNV. Ze gaan deze week een melding doen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie over de misstanden op de werkvloer bij PostNL. De overbelasting blijkt uit een enquête onder pakketmedewerkers. 85% van hen geeft aan dat het werk fysiek te zwaar is. Volgens de bond wordt er bewust met uitzendkrachten gewerkt. Als deze uitvallen met klachten heeft PostNL daar geen omkijken naar. Ze zijn makkelijk te vervangen en de ziekenhuiskosten komen voor rekening van het uitzendbureau. Bovendien is hun positie kwetsbaarder dan die van de collega's in vaste dienst, omdat zij sneller hun werk kunnen kwijtraken. Ze zullen dus niet zo snel melding maken van te zwaar werk of werk weigeren. De FNV wil dat het post- en pakkettenbedrijf maatregelen neemt om de overbelasting structureel aan te pakken. Volgens de eigen regels van PostNL mogen pakketten tot 31,5 kilo wegen. Er komt een verbod op tijdelijke huurcontracten voor woningen. De Eerste Kamer is daarmee akkoord gegaan. Het is een voorstel van 2 Kamerleden van de ChristenUnie en GroenLinks Partij van de Arbeid uit de Tweede Kamer. De tijdelijke huurcontracten bestaan sinds 2016 om wat meer ruimte op de markt te creëren. Dit heeft anders uitgepakt. Tijdelijke contracten werden vooral gebruikt om tussentijds de huur te laten stijgen. Er blijven wel tijdelijke contracten bestaan. Bijvoorbeeld voor studentenwoningen, mensen die hun kinderen later in huis willen laten wonen en mensen die samen gaan wonen, maar terug willen naar hun huis als de relatie niet goed gaat. Dit moet dan duidelijk omschreven worden in het huurcontract. De nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe contracten en gaat zo snel mogelijk in. De minister komt nog met een omschrijving van alle uitzonderingen die kunnen worden gemaakt. De tijdelijke woningen aan het Bredewater in Zoetermeer zijn officieel in gebruik genomen. Het voormalige kantoorpand is binnen enkele maanden verbouwd tot tijdelijke huizen. Hier kunnen 65 huurders wonen van tussen de 18 en 30 jaar. De 65 appartementen van gemiddeld 40 vierkante meter zijn voor maximaal 3 jaar beschikbaar. Er is in Nederland een groot tekort aan woningen, waardoor vooral jongeren die woonruimte zoeken lang moeten wachten. Tegelijkertijd zijn er lege kantoren beschikbaar die geschikt zijn om veranderd te worden in tijdelijke huurwoningen. Het gebouw in Zoetermeer staat in de toekomstige nieuwe wijk André. In de toekomst komen daar een paar duizend nieuwe woningen, maar dat duurt nog even. Voordat het zover is, bieden projecten zoals deze uitkomst, aldus de gemeente. Meer dan 1/4 van de bevolking bezuinigt op Sinterklaas cadeaus. Dit blijkt uit recent onderzoek van het bedrijf Boekend Voordeel. Bijna de helft van de mensen geeft aan dit jaar te letten op voordeelacties en aanbiedingen bij de aanschaf van cadeaus. Maar liefst 1/3 van de ondervraagden gaf aan dat ze dit jaar gaan bezuinigen omdat alles duurder is geworden.
Vooral dertigers en gezinnen met jonge kinderen tot en met 12 jaar gaan de folders uitpluizen op zoek naar aanbiedingen. De meeste mensen hebben voorkeur aan shoppen bij één winkel met een breed assortiment en meerdere betaalbare producten. Uit het onderzoek komt naar voren dat meer dan de helft zoveel mogelijk Sinterklaas cadeaus in dezelfde winkel wil kopen. Vooral mensen tussen de 30 en 39 jaar hechten veel waarde aan een breed assortiment. Ook gezinnen met kinderen geven er de voorkeur aan om zoveel mogelijk items van de verlanglijstjes in één en dezelfde winkel af te vinken. 44% van de Nederlanders geeft aan liever meerdere betaalbare cadeaus te kopen in plaats van één duurder cadeau. Dit geldt met name voor mensen tussen de 30 en 49 jaar en gezinnen met kinderen. En tot zover het weekoverzicht. Heeft u nieuws te melden? Mail dat aan onze redactie. Dat kan naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 2510. En kijkt u via YouTube, vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht, een fijn weekeinde en blijf vooral gezond.